Eeuw, dit is het laatste deel van bureau. We hebben het blad getekend, we hebben de plint en netjes in. Het enige wat we nu nog hoeven doen is de legplanken erin. En in het rechte gedeelte van de kast zit een legplank. En die ziet er exact hetzelfde als de bodem, hij is alleen iets korter. Dus ik kopieer gewoon de bodem. En die haal ik even naar voren. En ik moet niet vergeten om hem uniek te maken. Rechtermuisknop. Make unique. Anders ga ik namelijk zo meteen de mist in. Je ziet nu dat de lijn achterin een beetje vaag is. En dat komt omdat hij door de achterkant steekt. Hij moet namelijk iets korter worden. Dus ik selecteer hem. Ga in het component. Druk op push en pull. En ga hem 18 korter maken aan de achterkant. En aan de voorkant moet hij 12 mm korter worden. Afstand tussen de schappen is vanaf de onderkant 198. Dus deze afstand is 198. Ik leg hem op de bodem en dan pak ik hem aan de onderkant vast, 198 omhoog. Tussen het eerste en het tweede schap zit 197 mm. Ik kopieer dit schap met Move en dan Ctrl. Leg hem er precies bovenop en dan met Move 197 omhoog. In de linkerkast zit één schap en de afstand van die schap is precies 160 mm. Kopieer hem gewoon naar de andere kant. Leg hem weer precies met het puntje gelijk. En in dit geval wil ik geen kopie. Ik druk op Move en hij gaat 160 omhoog. En het schap moet 12 mm naar achter liggen. Schuif hem met Move over de groene as 12 mm naar achteren. De laatste stap zijn de gaatjes voor de rijboringen. En die zitten 50 mm uit de zijkant. Nou zijn de linker en de rechterkast, die zijn verschillend van elkaar. Daarom maak ik de zijde even uniek. Deze klik ik. En die. En ik zeg rechtermuisknop, make unique. Om het mezelf makkelijker te maken, maak ik even een kopie van de zijkant naast mijn kastje. Die gebruik ik om de gaatjes op te tekenen. En omdat het een kopie is, gaat hij dat in de kast ook doen. Teken een lijn van 50 mm. En aan de achterkant 55 mm. En je ziet die lijnen ook aan de binnenkant van dat andere deel staan. Nou, dit punt is heel belangrijk, want vanaf hier moet ik 2,5 mm naar beneden. Dat is namelijk het hart van mijn gat. 2,5. En die lijn heb ik ook aan de andere kant nodig. En daarboven komt nog een gaatje. Nou ga ik alleen de lijn kopiëren. Selecteer de lijn, druk op Ctrl en Move en zet deze 32 mm omhoog. En dat doe ik ook nog een keer 32 mm naar beneden. Ctrl, 32. Hetzelfde doe ik aan deze kant. Ik ga onder het schap precies 2,5 mm naar beneden. Trek een horizontale lijn naar de andere kant. Selecteer de lijn, Move, Ctrl, 32 mm omhoog en hetzelfde naar beneden, Move, Ctrl, 32 mm naar beneden. Nu zie je die lijnen staan, maar, oh, ik ben wat vergeten, ik heb ze niet in mijn component getekend, maar daarop, je ziet dat ook,
Deze moeten even overgetrokken worden in het component. Dus ik duik erin door 1, 2, 3 keer te klikken. Move. En ik teken een lijn. Nog een lijn. En nog een lijn. En ik weet het ook zeker, want ik zie ze nu ook in de kopie verschijnen. Dan kan ik deze losse lijnen even wegklikken om verwarring te voorkomen. Je ziet nu dat die lijnen aan de verkeerde kant van de kast staan. Dat komt omdat ik deze nog moet spiegelen naar de andere kant. Dus ik ga een rechte muisknop, flip along, red moet ik in dit geval hebben, flip along, red. En nu zie je dat de lijnen aan de binnenkant van de kast staan. Nu komen hier gaatjes van 5 mm precies hier in het midden. En ik teken daarom in het component, dus ik klik weer, een radius van 2,5, want 2 keer 2,5 is 5. En ik gebruik mijn pushpool en ik ga de halve dikte van de platen, dus 9 mm, naar binnen. Klik op de rand van de cirkel, rechter muisknop, find center. Want dat center is zometeen heel belangrijk. Nu selecteer ik alleen het gat. Je ziet, ik selecteer alleen het gat. Ik ga midden in het gaatje staan. Druk op Move, Control. En kopieer het gat naar beneden. En terwijl ik dat doe, of als ik hem neer heb gezet, druk ik op de X-toets van mijn toetsenbord. X, 2. En druk op Enter. En dan zie je dat hij hem nog een keer heeft gekopieerd, precies op dat andere gedeelte. Het enige wat ik nu hoef te doen is even die vlakjes weg te halen die daar eigenlijk niet horen. Mooi is dat die centerlijn ook blijft staan. Nu selecteer ik alle drie de gaten. En met Shift kan ik die lijn wegklikken. Ik druk weer op Move. Control en kopieer de gaten naar de andere kant. En ik doe dat nog een keer, want ik kopieer ze gelijk ook naar beneden. En zo zitten al alle gaten erin. Je ziet dat ik nu even de weg kwijt ben. En daarvoor is deze knop heel handig. Zoom, extends en dan ben je weer waar je eigenlijk wezen moet. Dan ga ik deze nog even kopiëren hierheen. Shift, nee, kopiëren, met shift even die lijn wegklikken, move, control, en ik zet ze ook weer daar neer. En nu haal ik alles weg wat ik niet nodig heb. En zo zie je dat eigenlijk het allermoeilijkste van dit bureau niet het tekenen van de corpus is, van de kasten en van het blad, maar eigenlijk dat het tekenen van de gaatjes ingewikkelder is dan het tekenen van de hele kast zelf. Maar dat het betrekkelijk snel kan op het moment dat je de boel een beetje voorbereidt. Oh, kijk, dan haal ik te veel weg. De weg weer even kwijt. Pak mijn gummetje even. Dan gum ik die andere lijnen gewoon weg. Iets sneller. Hier nog. Oh, Ctrl-I als je een foutje hebt gemaakt. Of Ctrl-Z, sorry. Ctrl-I als je een stapje weer vooruit wil. Op deze manier. Nou, waarom is het nou belangrijk om te leren dat je ook gaatjes moet tekenen? Stel je gaat deze gaatjes boren met de CNC-machine. Dan heb je ze dus al in de tekening staan. En dan heb je ze dus feitelijk al gemaakt. Nou, je ziet, gaatjes staan erin. Moet aan deze kant ook nog, de laatste.
Deze twee zijden, ik ga er weer eentje naar buiten kopiëren. Op deze manier, daar maak ik mezelf makkelijk mee. 50 naar binnen. En hier 55 nou, vanaf de achterkant. Ook daar ga ik naar boven. En om het schapje mooi te kunnen verstellen, zitten er hier natuurlijk ook weer drie gaatjes in. 2,5 mm naar beneden. Daar komt mijn eerste gat en ik laat je nu een andere manier zien. 2,5. Ja, en ik heb een foutje gemaakt. Ik heb weer niet in mijn component getekend, maar doe ik nu toch. Ja, nou zit hij er wel in. Voor de zekerheid haal ik dat rondje wat ik niet in mijn component heb getekend even weg. Erase de middelste lijn, push and pull en 9 mm naar binnen. Daar is hem. Hier is mijn gat. Nu zie je ook dat ik het gat alleen kan kopiëren. Ik hoef niet per se eerst al die puntjes te tekenen. Kopieer gewoon het gat. En 32 naar boven. Keer 2. Oh nee, hij moet natuurlijk 32 naar boven en 32 naar beneden. Dus vanaf hier 32 naar boven en vanaf hier 32 naar beneden. Die weg, die weg. En die ook weg. En die ook weg. Deze lijn weg. En die lijn weg. Het enige wat ik nog hoef te doen is de gaatjes naar de achterkant kopiëren. Daarvoor ga ik één centerpunt pakken. Maar dat vind ik altijd makkelijk. Ik kopieer alle drie de gaten. En over de goede as, dat is wel belangrijk dat je de as pakt. Dus die lijn die moet wel kloppen. Ja, en daar is hij, de groene lijn. Nou, dit is gelijk de langste video van deze serie. Ik hoop dat je het vol hebt gehouden om helemaal af te kijken. Je ziet dat de gaten nu nog verkeerd om staan, dus ga ik deze nog even flippen. Rechtermuisknop, flip along. Red. En dan zie je dat de gaatjes ook daar in de zijde van de kast zitten. Deze mag weg. En nu is je bureau helemaal klaar. En je kan hem natuurlijk nog voorzien van een mooi kleurtje. En dat doe je met de bucket, de emmer. En als je gaat kleuren, dan doe je dat net als in het echt, per vlak. Dus duik in je component en kies het vlak dat je wil kleuren. Kies ook een kleur. En kleur zoveel mogelijk componenten, zodat je meubeltje er ook echt uitziet zoals hij er in het echt uit gaat zien. En ben je niet tevreden, dan kun je hier met texture nog iets doen aan de positie van je structuur, van je nerfstructuur. En je kan nog een beetje verschuiven zoals je wil. Laat je fantasie hier de vrije loop, zou ik zeggen. En mijn bureautje is klaar. Heel veel succes met maken en tot de volgende video.